Miserie, hè? Dikke miserie. Allee, wat hebben wij te zoeken in Afghanistan? Ja. Het is daar gevaarlijk, ijskoud. En dakschotels zullen ze daar ook niet serveren. Major de Wolf met haar stomme Bettina. Belgian troops in Afghanistan. Ja. Bettina, is dat nu een naam voor een buitenlandse missie? De Wolf die heeft gemakkelijk praten. Zij moet geen vrouw of kinderen achterlaten. Ja, ja. Termenneke, die gaat dat niet graag hebben. Ik overleef dat niet. Maar dan heb je geluk. Dan moet je niet meer gaan. Lach er maar mee, maar ik kan het daar wel uitleggen. Je kunt nu direct gaan zeggen van... Sjoek, ik ga voor 3 maanden naar Afghanistan. Dat gaat niet, hè? Oh, nee? Nee. Je moet een goed moment afwachten. Ah, ja. De goede momenten van ons Carmen van de laatste 30 jaar, hè, die kan ik op mijn één hand tellen. Zorg dan zelf voor een goed moment. Ja, ja. En hoe moet ik dat doen? Ja. Presenteer uw geweer eens vannacht. Oh. Is het weer van dat. En als je het haar dan morgen vroeg vertelt, dan slikt ze het wel. Ja. Voilà, zeg, je ziet het precies weer zitten, hè? Nee, ik drink om te vergeten wat er mij te wachten staat. In Afghanistan, ja. Vannacht. Pascalke, ik ga mama al onder de wol stoppen. Ja. Goedenavond. Eindelijk. En wanneer mag ik met Pascalke onder de wol stoppen? Balthazar, drink uw glas leeg. Ik wil sluiten. Sluiten? Ja. Blijf jij niet open voor mij? Het is 10 uur en ik blijf niet open voor 1 klant. Lap, ik tel weer niet mee. Nee, want jij verteert niks. Hij drinkt alleen de kletskes. Geef hem dan een vuurtje voor mij, hè. Ah, voilà. Dan zijn we met 2 die verteren. Ja. Niks van, ik wil naar Maurice. Maurice, allee. Pascalke, zeg, hé. Soyez raisonnable, hè. Maurice, dat is geen persoon voor u. Die man zegt het hier ook, hè. Ik ben meer uw type, zegt hij, hè, Fernand? Absoluut. Absoluut, zegt hij. Hé, Pascalke, het is nog niet te laat, hè. En ik weet waar ik zit, hoor. Ik weet waar ik zit, hoor. In uw hartje zit ik, hè. Af, Balthazar. Zet mij nu eens uit uw hoofd en zoek iemand anders. Ik heb gekozen voor Maurice. Pascalke, je gaat uw levensgenot toch niet opgeven voor zo'n impotente oudstrijder af. Hè? En nu is het genoeg buiten. Ik laat Maurice niet beledigen. Buiten. Kom, Fernand. En als je het wilt weten, Balthazar, die impotente oudstrijder presteert heel wat beter dan dat jij ooit gedaan hebt. Pascal de Bagger, daar gaat jij nog spijt van krijgen. Daar gaat jij nog spijt van krijgen. Daar gaat zij nog spijt van krijgen. Onnozelaars. Nee, Carmen. Nee, Carmen, het is wel geweest. Ik kan niet meer. Hé, hey, mijn nachtshift heb ik goed overleefd. Hè? En nu? Kijk eens. Carmenneke, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En ik moet nu gaan naar Afghanistan. Wat vind je ervan? Goedemorgen, mijn Sjoe. Ah, Carmenneke, er is een tijd ja, van komen... Ja, en is er een tijd om u te verwennen, hè? Sjoeke Ierse, laat het u smaken, hè? Eet jij niet mee? Nee, nee, ik moest al lang bij Boma zijn en ik moet mij nog aankleden, hè, zeg. Ja, maar Sjoeke, ik moet u eerst iets zeggen. Ja, Sjoeke, je hebt al genoeg gezegd. Ja. Je waart vannacht duidelijk genoeg, hè? Ja. Mijn dapper sergeantje komt hier. Ja, maar Carmenneke, er is een tijd van komen... Ja, 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 dat weet ik wel, ja. Ja, en er is een tijd van... Senne? Ja, Xavier hier, ja.
Als je nog eens zo'n idee hebt, hè. Nee. Nee, ik heb het daar nog niet kunnen zeggen. Maar wel... En nu? Hè? Bloemen. Wat? Nog eens een keer vrijen. Jij denkt... Ja, nog werken. Ja, ja, maar ik vond niks deftig om aan te trekken. Ja, dat zie ik. Zeg op je gemak, hè. Trouwens, dat is niet de enige reden waarom ik zo laat ben. Nee. Allee, het interesseert u precies niet. Ik ben bezig, hè, Carmen. Ja, mijn ventje heeft mij dus wel de nacht van mijn leven bezorgd, hè. Ja, dat mag ook, hè, na 30 jaar. Zeker. Spoedbestelling voor Camille Waterslagers. Camilio! Camille, zeg! Van mijn show! Doortje, zie die zo schoon! Ja! Ja, momentje. Hier ze. Alsjeblieft. Voilà. Dank je wel, jongen. Merci. Ja. Oh. Ja, een passionele nacht en dan rozen. Wat zou daarachter zitten? Ja, dat is echte liefde, hè. Maar daar kun jij niet over meespreken, hè. Morning, ladies. Goedemorgen, lieverd. Heb jij lekker geslapen? Op de zetel? Ma chérie à bord. Als het moet, slaap ik voor u op de grond. Hè? Oh. Ah. Ja, dames, mag ik u presenteren aan Martelt Verstraeten? De vrouw die mij weer gelukkig gaat maken. Gelukkig maken? Ja. Je moet nu al op de zetel slapen. Vrijwillig en belangloos. Nee, we willen daar nog een beetje mee wachten. Hè? En ik wil niks forceren. Hè? Oei, 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 oei. Oh, lieverd. Rozen. Oh, zeg. Hoe wist jij dat dat mijn lievelingsbloemen waren? Zeg, blijf eens met die pollen van mijn bouquet. Die zijn wel van mijn show, hè? Van uw Xavier? Xavier is haar echtgenoot. Wat heeft hij nu weer goed te maken? Begingde jij nu ook al? Niks. Mijn ventje zie mij gewoon graag. Balthazar, ik moet dringend door. Weet je, mijn zaak opent om 10 uur. Ja, 10 uur. Ja, maar Marteltje heeft een delicatessenzaak. Ja. Hè? Ja. En, tot van de noen. Ik hoop dat het rap noen is, hè? Zeg, want elke minuut zonder jou duurt voor mij een eeuwigheid. Oh, Balthazar. Dat is echt het mooiste wat een man ooit tegen mij gezegd heeft. Ja. Tot straks. Ja. C'est une pièce unique, hein? Ah ben, schoon en intelligent. Waar vind je dat nog, hè? Spijt ik dat ze zo'n slechte smaak heeft als het op mannen aankomt. Boma, een nieuw vlam. Ja? Een zekere Machteld. En ze heeft een delicatessenzaak. Wat? Ik kan mij al voorstellen voor welke delicatesse de voorzitter gevallen is. Hè? Ja, en die delicatessen die zullen wel heel mooi geëtaleerd zijn. Nee, je vergist u. Deze keer is het één met klasse. Ja. Ja. En voor de seks is het ook niet, want ze slapen apart. Hè? Ja, Boma wil niks forceren, zegt hem. Is hij ziek? Wel, ik ben heel content dat Boma eindelijk iemand gevonden heeft. Dan zal hem eindelijk eens stoppen met achter mij aan te lopen. Oh, ik dacht dat jij dat graag had. In uw keuken, jij. Hey, Camille. Ja, waar zit Xavier? We zien hem zo weinig. Ja, mijn ventje heeft te druk, hè, met zijn werk. En met mij. Ah ja, met u heeft hem zijn handen meer dan vol, hè? Ja. Heb ik u al verteld trouwens dat hij mij 20 rode rozen heeft gegeven? Oula, daar zal wel iets achter zitten. Oh, je bent allemaal jaloers, ja.
Goede vrienden, ik mag u presenteren aan de zon van mijn leven. Martelt Verstraeten. Ah, die van de delicatessen. Lap, de tamtam heeft dat... Allee, het bericht heeft al de ronde gedaan, dus... Maar, lieverd, de mensen mogen toch weten dat wij gelukkig zijn samen? Ah, dat vind ik nu chic van u. Martelt, dank u. Ja, Martelt is zowat het beste wat mij in mijn leven is overvallen. Ik ben helemaal veranderd van binnen. Ja, en van buiten ook, want je draagt geen gordijnen meer. Maar ik hoop dat jullie allemaal haar wilt opnemen in onze vriendenkring. Hè? Pascalke Tournaise, ik offreer een algemeen rondje sur la route toujours. Pascalke, ook een dikke merci aan u. Merci, waarvoor? Ja, ik moest u toch uit mijn hoofd zetten. En ik moest toch een ander zoeken. Dankzij u heb ik de liefde van mijn leven gevonden. Hè. Merci. Hè. Graag gedaan, Balthazar. Oh, ik ben echt blij dat Balthazar in mijn leven is gekomen. Ja. Oh, allee. Het is te hopen dat dat zo blijft. Hé, nou, jij gaat niet beginnen stoken, hè, Frankstuk. Excuseer. Hallo, met Balthazar Boba, PDG van de Boba Vlees Industrie en Zee. Lulu. Mevrouw, vanaf nu betekent u niets meer voor mij. Tu es passé, composé. Adieu. Oh. Nog enkel jij telt voor mij. Mon amour, ik u even presenteren. Dit is toch. Het is toch best een schoon koppel, hè? Vind je? Mij doen ze denken aan dat koppel uit die film. Schrik. Nee, Bellen en het Beest. Ja. Ja. Ik hoop dat die bloemen hun werk gedaan hebben. Hm? Wees gerust, Carmen. Die gaat zo goed gezind zijn. Hè? Dat gaat om te even wat kunt vertellen. Ja. Het is te zien wat je goed gezind noemt. Ja, Sjoeke? Ha? Ik zie dat je mijn bloemen hebt gekregen. Je bent er precies niet content mee. Allee, het zijn nog zo schone. Ja. Waar moeide jij u mee? Trouwens, wat doe jij hier? Een pintje drinken. Essene. Xavier, wat steekt daarachter? Achter dat pintje? Nee, achter die bloemen. En achter vannacht. Ja, je hebt toch weer niks uitgestoken, hè? Die bloemen heb ik u gegeven omdat... Omdat hij u iets wil zeggen? Ja, ik moet u zeggen dat ik u graag zie. Ja. Oh, ja, Sjoeke, maar dat wist ik toch al, hè? En ik ga ze vlug in een vaas zetten, hè? Ja. Tjoe toch, hé. Waarom heb je het nu niet verteld? Ja, als Carmen vraagt, steekt daar iets achter, kan ik toch moeilijk zeggen, ja, er steekt iets achter. Dat gaat toch niet? Ah ja. Lekker. Weet je dat peperkoek bereid is met enkel natuurlijke producten? Het is niet alleen vetaren, maar het is ook een bron van koolhydraten, vezels, vitamine B en mineralen zoals ijzer, calcium, magnesium. Als ik de samenstelling van peperkoek wil weten, dan kijk ik wel op de verpakking. Pascalke, heb ik iets misdaan? Sorry Maurice, ik had zo niet moeten uitvliegen. Scheelt er iets? Oef, ik heb gewoon heel slecht geslapen en ik heb buikpijn. Ja, maar peperkoek levert ook een belangrijke bijdrage tot een gezonde stoelgang. Hey, hallo, goedemorgen. Hey. Zijn je daar nu weer mee, je strijk? Wanneer ga jij dat eindelijk jezelf leren? Ah ja, zeg Bieke, wanneer ga je dat nu eindelijk... Ah, peperkoek. Wist je dat peperkoek een belangrijke bron is van koolhydraten? Jij ook al. Als je dan alle twee toch zo zot bent van peperkoek, ga dan samenwonen. Ja, in een peperkoekenhuisje. Ik ga wel. Oh, nee, ma. Hey, zo slecht gezind. Je hebt toch geen ruzie met Maurice?
Oh, nee, dat kan niet, hè. Met Maurice, zonneschat van een man. Met een haf van peperkoek. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar sinds gisteren ben ik precies mezelf niet. Zijn jij jaloers? Ik jaloers op die versierde kerstboom. Boma mag zijn macht op hebben. Ze heeft wel een grote invloed, hè, op meneer Boma. Die is nogal veranderd, zeg. Oh. En wel nog zoiets. Nu kan Boma zich wel gedragen. Nu wil hij niet naar de pussycat. En nu kan hij wel de gentleman spelen. Nu kan hij ineens alles. Maar voor mij in der tijd... Misschien dat meneer Boma die machtel echt graag ziet, hè, ma? Ik denk niet dat wij die nu gaan nodig hebben, hè? Gevonden. Tussen Xavier zijn spullen. Allee, waarvoor heeft hij dat nu nodig? Ja, waarvoor dient dat? Ja, dat weet ik ook wel. Maar wij gebruiken dat niet. Mijn Xavier gaat op een ander, hè? Xavier? Mo, die doet dat niet. En wat zou hij niet op een ander gaan zoeken? Ja, dat is waar. Wat ik hem geef, kan geen enkele andere vrouw hem bieden, hè. Maar Xavier doet de laatste tijd wel heel vreemd, hè. Die stuurt u bloemen, die maakt zijn huiswerk. Ja, en wat is daar nu vreemd aan? Xavier wil Carmen gewoon laten zien dat hij nog van haar houdt. Ja, ofwel wil hij niet dat zij in de gaten heeft dat hij een affaire heeft. En daarom doet hem extra lief. Oh, nou wel, nee, dat geloof ik nu niet, zeg. Xavier die denkt daar niet aan. Nee. Het zal wel weer een misverstand zijn. Oh ja? En die condooms dan? Heeft die toch ergens voor gekocht? Ja, ik zal eens met Xavier gaan praten, hè? Van man tot man. Ja. Heb je ondertussen wat tijd om er eens over na te denken en wat te kalmeren? Ja, over hoe komt... Ja, nog heel eventjes. In de microgolf. Ah, huh? In de microgolf? Ja. Oh, nee. Hey. Oeh, je hebt mijn strijk nog niet gedaan. Ja, Mark dieft wel geen hemden meer, hè. Maken. Hé. Hey. Zeg, zit je nu nog altijd met Boma en die martelt in je maag? Maar je hebt toch Maurice? Ja. Ja, ja, Maurice. We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen over vogelspinnen en vleermuizen. Plezant. Terwijl Boma zich aan het amuseren is met zijn machtelt. Jij bent wel jaloers, hè? Wel ja. Is het gepermitteerd? Maar Maake, jij voelt toch niks meer voor Boma? Maar nee, natuurlijk niet. En ik zie Maurice nog altijd heel graag. Ik heb het er alleen wat moeilijk mee dat Balthazar zo veranderd is. Boma, die is niet veranderd. Wat gaat je doen? Ik ga naar Balthazar. En ik ga hem het beste voor de toekomst wensen met machteld. Ik ga mee. Ah, ja? Ik heb toch niks te doen. Ah. Wel, jij kunt ondertussen leren strijken. Nee, ga naar boven. Het is nu gedaan. Nee, het is gedaan. Nog één keer. Nee, het is gedaan. Zeg, ga. Jij kunt niet tellen, zeker. Balthazar. Ga nu naar boven en trek iets. Lieverd, ik wou net nog iets uitdoen. Ja. Nee, alsjeblieft, zeg, Pascal kan binnenkomen. Ik wil het nu niet meer verbroden, serieus. Pas op, niet dat ik het niet graag heb, hè. Maar, wat dat jij mij allemaal laat voelen, hè. Oh, maar ik ga je nog veel meer laten voelen. Ja,
Ja. Ja. Jij weet dat ik niet nee kan zeggen tegen u, hè? Oh. Gelijk dat jij me soigneert, hè? Zeg, Balthazar. Maar ik ga je toch mogen blijven soigneren, hè? Als je die Pascal daar terug hebt. Dat zal wel zijn. Ik fix dat allemaal wel. Ja, dan zeg je maar dat je naar een meeting moet. Oh. En die trein van een Pascal zal daar zeker in trappen. In een paar dagen kiest Pascal terug voor u en dan zijn we van die Maurice verlost. Mijn gedacht! Op de val van Maurice de Prater. Op de val. Ik laat zien wie dat ik ben. Dag, Balthazar. Zuster al. Ik bedoel, ik had u niet verwacht. Maar zet u... neemt u plaats. Wat doet jij hier? Fernand is iets komen repareren. Hè, Fernand? Ja. Maar hij gaat zo weer weg. Hè, Fernand? Ah, ja. Dag, Fernand. Ja. Dat is dan 50 euro. 50 euro? Voor die reparatie. Welke reparatie? Wel, die reparatie. Ah, die reparatie. Smerle. Merci, meneer Boma. Met wat kan ik u plezieren? Ik kom de huur betalen. De huur? Je hebt die toch nog maar pas betaald? En wel die van volgende maand. Ja, kwestie van niet te vergeten. Is Machteld hier niet? Nee, Machteld is op de zaak, hè. Een delicatessenzaak, hè. Het klikt wel goed tussen u tweekes. Pascalke. Ik wil u niet kwetsen, hoor. Maar ik kan me mijn leven niet meer inbeelden zonder haar. En daarom ga ik haar morgen ten huwelijk vragen. Nu al? Oh, allee, maar je kent mekaar amper een paar dagen. Ik weet het, maar ze maakt mij zo gelukkig. Ja. Maar allee, Balthazar. Trouwen, dat is toch niks voor u. Jij die altijd zo... Zo vrij wilt zijn, jij gaat u nu ineens binden. Mijn Don Juan-jaren hebben lang genoeg geduurd, hè. Ik ga het wat rustiger aandoen nu. Een huwelijk dringt zich op. Als jij dat vindt... Ik vind dat, ja. Ja. Bon, dan zal ik maar gaan, zeker. Zijt je niks vergeten? Jij kwam toch de huur betalen? Ja, de huur. Ja, bijna vergeten. Volgende maand is goed. In de sakos. Hey, ik ben niks, hè. Hey, hoger. Kom op. Ja. Hop. Xavier. Hey. Kom. Heb jij 2 seconden? Twee seconden? Ja. Zo lang kan ik nog wel zonder dagschotel, ja. Moment. Xavier. Senne. Nee. Carmen weet nog van niks. Jammer. Ik krijg het maar niet gezegd. Nee. We zullen daar morgen verder over praten in de kazerne, hè? Ja. Senne. Nee, heeft een probleem. Nee, jij hebt een probleem. Ik? Een probleem? Ik zou niet weten het welk. Buiten een droge keel. Xavier, nee, kom. Ja, ik ben niet achterlijk. Ik weet waar jij achter Carmen haar rug mee bezig bent. Oeh. Wat? Ja, maar dat mag niet. Dat was nog top secret. Ja. En had jij nu echt gedacht dat je dat geheim kon houden? Heb je al eens bij stilgestaan hoe Carmen zich gaat voelen als ze dat te weten komt? Maar... Carmen kan daar wel tegen. Die zal die periode wel doorkomen. Oh. Met de steun van haar vrienden en vriendinnen.
Oh ja, schuif je verantwoordelijkheid maar af op een ander en dat is gemakkelijk. Ja, maar waarom doe jij nu zo tegen mij? Ik kan daar toch ook niet aan doen? Oh nee, jij gaat vrij uit of... Allee, Xavier, doe nu niet belachelijk, hè? Ja, maar echt waar, ik heb dat zelf ook niet gewild. Voor mij is het ook niet simpel. Maar jij zet toch uw huwelijk niet op het spel voor een avontuurtje? Avontuurtje? Hé, hey, ja. Dat is niet zonder risico, hè? Ik zal heel voorzichtig moeten zijn. Ja, ik begrijp dat Carmen dat niet plezant zal vinden. Maar ja, Bettina is toch maar voor een paar maanden. Ja, als dat gedaan is, dan kom ik gewoon terug bij mijn Sjoek, hè. Toch? Hoorde jij jezelf nu bezig? Ja, meneer gaat eerst op een ander zijn kruid verschieten en komt dan zonder blikken of blozen terug. Ik zal zo weinig mogelijk schieten. Ja, Xavier? Je kunt zien dat je vanavond aan Carmen alles opbiecht. Oeh. Ja, of ik vertel het haar zelf, hè. Oh, dan zal er niks anders op zitten. Nee. Misschien... Huh? Misschien moet ik eerst nog eens met haar vrijen. Wat denk je, hè? Manjak! Oh, Sjoeke. Ik ben blij dat je er bent. Wat gebeurt er hier? Ah, ik dacht... Ja, ik maak het wat gezellig voor mijn Sjoeke. Ja, maar ik verjaar toch niet, hè? Nee, maar ik moet u iets zeggen. Ja. Misschien wil je eerst iets drinken? Nee, vertel maar eerst wat je te zeggen hebt. Ja, ik moet u zeggen dat ik u heel graag zie. Xavier, niet rond de pot draaien, hè? Nee. Je gaat het niet graag horen. En ik zou het zelf ook liever anders gehad hebben, maar ik moet u alleen laten. Het is dus toch waar wat Pol heeft gezegd, hè? Oh. Pol? Heeft Pol... Schone vriend. Carmenneke. Zwijg. Pol. Smerig boeferke. Je hebt al genoeg gezegd. Hij gedaan. Oh. Alsjeblieft, Sjoeke. Moeten we nu op zo'n manier ons afscheid vieren? Hoe vieren? Jij wilt dat nog vieren? Maak u toch niet zo kwaad. Bettina is maar voor een paar maanden. En dan kom ik terug. Je denkt dat ik u nog terug wil zien. Maak dat je buiten. Ja. En neemt die bloemen maar mee naar Bettina Isse. Gaat jij nog lang lezen? Ik denk het wel. Het is interessant. Studie over het vervellingsproces van vogelspinnen. Heel interessant. Ja, hè. Wist je dat vogelspinnen, voor ze vervellen, eerst een tijd stoppen met eten? En daarna gaan ze op hun rug liggen met hun pootjes uitgestrekt in de lucht. En vervolgens gaat hun bloeddruk stijgen en dan barsten ze open. Ja, zeg, het is al goed. Straks ook van heel de nacht geen oog dicht. Ik zeg altijd, wie geen oog ja, dicht... Ja, zwijg maar. Maar je filosofeert ook altijd. Schalke, wat scheelt er? Elke keer als ik mijn mond open doe, dan snauwt je mij af. Oh, sorry, Maurice. Soms zou ik willen dat we eens wat meer dingen samen zouden kunnen doen. Allee, zoals nu. Jij zit te lezen en ik zit hier zomaar te zitten. Oh, wat had dan direct gezegd? Hier. Het wonderbaarlijke leven van de vleermuis. Ja. En wat moet ik hiermee? Je wou toch meer dingen samen doen? Ja, en? Ah, wel, nu kunnen we samen lezen. Gezellig, hè? Huh? Oh, oh. Alsjeblieft. Wat?
Ja. Ah, eitjes. Ja. Ah, wel, Xavier. Ik vind het echt heel tof van u dat jij voor het ontbijt hebt gezorgd. Ja, dat is mijn manier om jullie te bedanken dat ik hier ben mogen blijven slapen. En dat je naar mij hebt willen luisteren. Ja. Als je maar weet dat jij hier altijd terecht kunt. Ja. Zo. En smakelijk. Oké. Xavier, de eitjes? Ja. En hoe zit je nu verder van plan? Ja, ik zou nog wel eens met Carmen willen praten, maar ja... Ze heeft gisteren al een vaas naar mijn hoofd gegooid, hè. Allee, dat Carmen dat niet begrijpt. Ja, Xavier, de eitjes. Ja, nog heel eventjes. In de microgolf. Ah, in de microgolf? Ja. Oh, nee. Hey. Oeh. Je hebt mijn strijk nog niet gedaan. Mark dieft wel geen hemden meer, hè. Maken. Hey. Zeg, zit je nu nog altijd met Boma en die martelt in je maag? Maar je hebt toch Maurice? Ja, Maurice. We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen over vogelspinnen en vleermuizen. Plezant. Terwijl Boma zich aan het amuseren is met zijn martelt. Jij bent wel jaloers, hè? Wel ja. Is het gepermitteerd? Maar Maake, je voelt toch niks meer voor Boma? Maar nee, natuurlijk niet. En ik zie Maurice nog altijd heel graag. Ik heb het er alleen wat moeilijk mee dat Balthazar zo veranderd is. Boma, die is niet veranderd. Wat gaat je doen? Ik ga naar Balthazar. En ik ga hem het beste voor de toekomst wensen met Machtelt. Ik ga mee. Ah, ja? Ik heb toch niks te doen. Ah. Wel, jij kunt ondertussen leren strijken. Nee, ga naar boven. Het is nu gedaan. Nee, het is nog gedaan. Nog één keer. Nee, het is gedaan. Zeg, ga. Jij kunt niet tellen, zeker. Balthazar. Ga nu naar boven en trek iets aan, zeg. Maar ik wou net nog iets uitdoen. Ja. Nee, alsjeblieft, zeg. Pascal kan binnenkomen. Ik wil het nu niet meer verbroden, serieus. Pas op, niet dat ik het niet graag heb, hè. Maar, wat dat jij me allemaal laat voelen, hè. Oh, maar ik ga je nog veel meer laten voelen. Ja. Jij weet dat ik niet nee kan zeggen tegen u, hè? Oh. Gelijk dat jij me soigneert, hè? Zeg, Balthazar. Maar ik ga je toch mogen blijven soigneren, hè? Als je die Pascal daar terug hebt. Dat zal wel zijn. Ik fix dat allemaal wel. Ja, dan zeg je maar dat je naar een meeting moet. Oh. En die trein van een Pascal zal daar zeker in trappen. Ja. Pascal, ik heb... Jij vuil moustache! Het is niet wat je denkt, hè. Nee, maar je moet dat begrijpen. Ik voel nog zoveel voor u. Ja, maar ik voel nog heel veel meer voor u. Ja. Het was niet mijn idee, hoor. Het was dat van Fernand, hè. Ah, je hebt elkaar teruggevonden, zie ik. En? Gelukkig. Heel mijn kaarsbeen is gebroken. Hè. Die klagen aan wegens slagen en verwondingen. Tenzij dat je... Het is uw eigen schuld. Spelen met mensen hun gevoelens, dat doet je niet. Mooi. Zeg maar, zou jij volgende keer terug de strijk willen doen? Zie. Ja, maar ja. Dag iedereen. Pascal. Ja? Ik heb iets meegebracht voor vanavond. Samen meubilair restaureren en repareren. Samen bijen kweken. Samen gelukkig zijn. Ja, wij lezen graag samen. Zeg, Pascal, die Pluto, is dat nog voor vandaag? Dat ik mijn miserie kan doorspoelen, zeg. Carmen,
Ga nog eens praten met Xavier. Paul, laat maar. De tijd van praten is voorbij. Ik ga scheiden. En hij gaat kunnen afdokken, hè. Voor mij en mijn boeleken. Carmen, ik heb iemand meegebracht. En die wil u dringend spreken. Die bedrieger wil ik nooit meer zien. Dat hij maar naar zijn Bettina gaat. Maar allee, Carmen. Ja, Bieke, laat mij nu maar. Carmen, zwijg! Ik wil dat je naar mij luistert. Sjoeke, dat was allemaal een misverstand. Oh ja, en dat je mij bedriegt met die Bettina, daar is allemaal niks van aan, zeker, hè? Nee. Ik moet gewoon op buitenlandse missie. Ah, wel ja, salut dan, hè. En die missie heeft de naam Bettina gekregen. Ja. En Bettina, dat staat voor Belgian Troops in Afghanistan. Ah, goed gevonden. Afghanistan? Moet je naar Afghanistan? Voor 3 maanden. En ik wou dat eerder zeggen, maar... Ik durf niet. En die condooms die ik tussen uw spullen heb gevonden? Sjoeke, behoren tot de standaard uitrusting van militairen die op buitenlandse missie vertrekken. Dus je hebt dan niemand anders dan? Sjoeke, ik ben niet zot, hè. Wel last genoeg met u. Maar die condooms laten thuis, hè? Die heb je kinder voor niks nodig, hè? Ja, toch wel, eens, Sjoeke. Hoe dat? Om over mijn loop te trekken. Wat? Ja, de loop van mijn geweer, dan kan er geen water of zand in komen. Verstaan? Die manier, ja. Sjoeke, toch. Ik ben blij dat jij mij gelooft. Dacht jij nu echt dat ik iemand anders had? Maar Sjoeke, toch. Ik heb toch nooit aan u getwijfeld, hè? Maar ja, daar zit Doortje. Ja. Zij heeft mij zitten opstoken. Oh, Carmen, jij hebt eerst gezegd... Laat maar. Xavier, je gaat ons dan voor 3 maanden verlaten. Ja. We gaan u missen. Ik zal jullie ook allemaal missen. Maar ik kom terug, hè. Ja. Pas maar op. Afghanistan. Oh, dat is niet om te lachen, hè. Nee. Ze kunnen zeggen over ons leger wat ze willen, maar niet dat de bevoorrading niet werkte.